Kane was ooit een rockicoon van de Nederlandse muziek. Ook al zijn ze al jaren geleden uit elkaar, de band krijgt nog steeds liefde van het publiek. Bijna 10 jaar nadat Kane uit elkaar ging, brengt rockband Haag een nieuw nummer uit. De single heet Waar wacht je op? Ook Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen, oprichters van Kane, maakten bekend dat ze een contract tekenen bij Sony Music. Dinand deelt: we doen het omdat we het willen en mogen, muziek uit passie, muziek omdat we daar het gelukkigst van worden. Volgens Dennis keert het duo terug naar het vertrouwde en warme thuis dat Sony Music heet. Met hun grote vertrouwen in Kanes oude en vooral nieuwe muziek kijk ik er naar uit om samen met Sony het laatste hoofdstuk van Kane te schrijven. Wat een luxe! De CEO van Sony Music is blij met de komst van Woesthoff en van Leeuwen. Soms is 1 + 1 groter dan 2. Voor Dinand en Dennis is 1 + 1 pure magie, en de magie is terug. Dit is de Nederlandse popgeschiedenis die zich voor je ogen afspeelt. Er zullen zeker veel goede nummers zijn. Kane werd in 1999 opgericht door Dinand en Dennis. De band behaalde grote successen met hits als Rain Down On Me, No Surrender en Come Together. De groep ging in 2014 uit elkaar. Deze zomer werd bekend dat er een 4-delige docuserie in de maak was, getiteld Kane, A Story Recorded. Maandag, bij het debuut van de documentaire, maakte de band ook bekend volgend jaar weer op te treden. Op 4 en 5 juni vinden er 2 concerten plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. A Story Recorded vào thứ Hai. Khi bộ phim tài liệu ra mắt, ban nhạc cũng thông báo rằng họ sẽ biểu diễn trở lại vào năm tới. Hai buổi hòa nhạc sẽ diễn ra tại Dome Amsterdam vào ngày 4 tháng 9.